Bijen spelen een belangrijke rol in de bestuiving en het in stand houden van het ecosysteem. Het zijn niet zozeer insecten die wij moeten ervaren als lastig, maar dienen te waarderen vanwege hun rol in de natuur. Imker Fabian Isaias weet alles over de bij. Hij is de eigenaar van Ambrosius Bees. Wij spraken hem in het kader van Wereldbijdag op 20 mei. Een door de Verenigde Naties uitgeroepen dag om stil te staan bij het belang van bijen en de bedreigingen waarmee zij geconfronteerd raken. Ik denk dat elke imker zijn eigen ideologie heeft. Ik ben al vanaf 2006 bezig voor mezelf, de eigen kennis die ik heb kunnen opdoen van het verleden. Omdat het vroeger deden we het eigenlijk meer met de familie. En toen dacht ik bij mezelf van oké, ik ga me eigenlijk een beetje focussen op de bij. Omdat ik weet dat de bij toch een meerwaarde heeft. Als het alleen maar gaat om honing, zijn er nog meerdere producten zoals propolis, stuifmeel, bijenwas, bijgif. Het komt er ook op neer dat we kijken van wat is de meerwaarde van de bij als het gaat om onze omgeving. Het bestuiven van onze gewassen, het bestuiven van onze mangrovebossen, maar ook andere gewassen zoals fruitbomen die ook worden bestoven door bijen. Dus in principe gaat het om de gedachtegang en de tijd die je erin stopt om te kijken wat haal je er uiteindelijk uit. Want het gaat erom dat je dus kijkt naar niet alleen maar de productie van honing, maar je kijkt ook naar wat kan hij doen voor de landbouw, wat kan hij doen voor de ruimtelijke ordening als het gaat om de mangrovebossen, de jamubossen, miraudubossen, noem maar op. En dat is uiteindelijk de ideologie die ik eigenlijk naleef. We praten nu meer over bijenteelt. Ik hoop dat we in de toekomst kunnen spreken over echt een bijenindustrie. Wat zal de meerwaarde kunnen zijn van zo'n industrie voor Suriname in het algemeen, maar ook voor vooral de economie? Nou kijk, laat me het zo beginnen. Als je kijkt inderdaad naar een bijenindustrie, dan ga je eerst kijken naar de rol van de bij binnen zo'n industrie. De basisrol van een bij is bestuiven. En door bestuiving krijg je inderdaad meer groente en fruit. Dus daar heb je dus al een meerwaarde voor die industrie. Je koppelt hem dan ook aan de mangrovebossen. Mangrovebossen zijn natuurlijk bossen die ons kust beschermen tegen zeespiegelstijging, tegen overstromingen krijgt. Die mangrovebossen dienen ook alweer een broedkamer voor vissen, het overwinteren van vogels hier. Dus je ziet dat meerdere sectoren er ook van kunnen genieten. Dus dat begint al een industrie te worden. Als je nu kijkt naar de imker zelf met zijn bijenteelt, die binnen eigenlijk, hier zitten we in het kustgebied, zijn rol al vervult. Dan is zijn rol al meer landbouwgewassen, meer fruit, genoeg vis, flora en fauna. En natuurlijk het feit dus dat je niet geld meer hoeft te pompen om te gaan kijken naar onze kustbescherming. Omdat een dijk alleen maar voor weg naar zee is ongeveer bijna 48 miljoen euro. Zou je dat geld moeten stoppen in het bouwen van een dijk, met alle gevolgen van dien. En ook het feit dus dat je dat geld kan besparen, om dus nu andere sectoren een beetje de injectie te geven. Dan zie je dat je al praat over de industrie. Meer nog, als we kijken naar alle bijen die zo in het wild door de brandweer eigenlijk worden benaderd. Dan moet je alleen maar weten dat het ongeveer 4000 volken per jaar is. Als je kijkt dat een volk, als je kijkt in waarde, wat hij produceert aan producten, zit je al ongeveer op een $2000 per jaar. Maal 4000, dan praat je al over een 8 tot 10 miljoen US dollar dat we eigenlijk elk jaar laten gaan. Het zou een heel toegevoegde waarde zijn om eigenlijk je economie te versterken. Dus als je alleen maar kijkt dat hij voor de agrarsector iets doet, besparingen voor je kustbescherming, je flora en fauna natuurlijk upgrade, want je hebt ook ecotourisme. Maar meer nog, de producten die zelf de bij vervaardigt en uiteindelijk die je kan exporteren. Als Ambrosius Bees doet u ook aan educatie. Als we kijken naar verschillende signalen die de Verenigde Naties en World Wildlife Fund geven over bijensterfte. Ze maken zich enorm zorgen over bijensterfte en vermindering van de bijenpopulatie. Vindt u dat Surinamers in voldoende mate bewust zijn bij het belang van de bijen? Nou, het begint een beetje te leven. Ik denk dat meer mensen zich een beetje willen gaan verdiepen in het onderwerp bijenteelt.
maar ook een beetje nieuwsgierig zijn van wat is de rol van de bij. Dus je ziet door de jaren heen dat het steeds gaat leven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons van bewust moeten zijn van wie is die bij. Laat hem beter leren kennen, hem tot vriend maken en vervolgens van daaruit kijken van hey, hoe kan je hem de plek die hij heeft in de wereld behouden door een beetje anders met hem om te gaan, liever mee om te gaan en hem proberen te beschermen, zodat datgene wat hij doet voor ons, dat hij verder kan doen, waardoor je economie van je land er beter van wordt, mensen er beter van wordt en natuurlijk je natuur er ook beter van wordt.